Goed, de verkiezingscampagnes zijn inmiddels op volle stoom en de lijsttrekkers die profileren zich als nooit tevoren. Zoals de voorman van GroenLinks, Jesse Klaver, die vandaag het centrale thema is in Make Holland Great Again. Yes! Ja, het is nu echt begonnen, de campagne is nu echt wel begonnen. Mark Rutte zat gisteren bij jou, die dacht, dat wordt een makkie. Dat was jammer, hè? Die had even buiten Art van de Steur gerekend. Maar goed, het is natuurlijk een hele spannende tijd. Het is campagne en er komt een heel bijzonder moment in de campagne. Want RTL, onze RTL, heeft bedacht dat er op een gegeven moment een lijsttrekkersdebat gaat komen tussen vier lijsttrekkers. En dat wordt gekozen op basis van alle peilingen bij elkaar. En dan worden de vier concurrerende lijsttrekkers uitgekozen. Want alles is een wedstrijd bij RTL. En er is een grote kans dat Jesse Klaver daar dus ook bij kan komen. Want Jesse Klaver die maakt een enorme opmars in de peilingen. Hij staat behoorlijk hoog. En dit nieuws lazen we vorige week. Hij heeft dus gezegd, ik wil premier worden. En door die premiersambitie is hij dus nog meer gestegen. Dat is wel bijzonder, toch? Oh, ja. Je zou zeggen, Nederland is het land van, nou, doe maar normaal. Dat doe je al gek genoeg. Maar hij heeft gezegd, nee hoor, ik wil premier worden. De eerste GroenLinks premier ooit. En dat heeft hem meteen zetels opgeleverd in de peilingen. Kijk, dat is iets om te onthouden voor de anderen. En hij is 30 jaar, Jesse Klaver, je kent hem, hè? Ja. Dat is een jonge jongen. En dan denk je, nou, 30 jaar onbevangen, weet je wel. Lekker zelfrelativerend, een beetje humor. En die praat nog niet zo zwak als al die andere politici. Die lult nog niet zo als zijn nek. Dat verwacht je dan, dat hoop je dan tenminste bij Jesse Klaver. En hij is 30 jaar. En als je 30 bent, dan moet je naar Radio 538. En bij Radio 538 werd er aan hem gevraagd, wanneer was het moment dat je wist, ik wil de politiek in? Let op. Het pint me er niet helemaal op vast, maar het zal zo rond mijn 16e zijn geweest. Zeg. Voor die tijd dacht ik, ik word miljonair. Ik stond op Koninginnedag en ik kon gewoon heel goed spullen verkopen. Ja, dat ging lekker. En dat ging lekker. Ik denk, dit smaakt naar meer. Ik moet gewoon de handel in en bedrijven beginnen. Toen dacht ik, jeetje, wat is dat een leeg bestaan? Als je alleen maar bezig bent om jezelf te verrijken. En toen begon ik me steeds meer te verdiepen in de wereld waarin we leven. De samenleving, in onze economie en hoe die in elkaar steekt. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Dat wil ik veranderen. Wat een bullshit. Maar echt, wat een bullshit. Het is een goed verhaal. Ja, maar hij is 16 jaar, Humberto. 16 jaar, dan heb je een puberbrein. Dat gaat alle kanten op. Dat kun je niet serieus nemen. Dat zijn allerlei schakelingen. Maar hij heeft dus gedacht, nou, ik word miljonair, maar ik doe het toch niet. Hij heeft zeg maar in zijn hoofd gedaan wat Donald Trump in het echt heeft gedaan. En nee, maar dit is echt heel raar. Ik bedoel, als je 16 jaar bent, weet je nog waar je mee bezig was toen je 16 was? Nou, niet met de wereld beter niet maken. Niet met de wereld beter maken. Nee, met meisjes die 10 jaar zijn. Nou, en dat is zijn leven. Maar, nee, maar kom op. Dit is hetzelfde als dat je 16 jaar bent en je kan een beetje goed voetballen. Dat je denkt, wauw, ik kan voetballer worden. Maar ja, wat een leeg bestaan is dat eigenlijk. Weet je wat? Ik ga bij de FIFA werken en allemaal kutspelregels bedenken waar niemand wat aan heeft. Nou, nee, maar dit is allemaal onderdeel van de campagne Jesse Klaver. Kijk, je moet je voorstellen, Jesse Klaver is natuurlijk 30 jaar en er zit een heel team omheen, neem dat maar van mij aan, van mensen die hem aan het klasseren zijn. Die zijn hem in de markt aan het zetten. En er wordt over nagedacht hoe hij zich kleedt, wat zijn verhaaltje is van vroeger, hoe hij politicus wilde worden. En hij snapt ook hoe het werkt, Jesse Klaver. Het is een jongen van deze tijd. Alles draait om imago. Kijk je bijvoorbeeld naar deze foto. Wat zie je dan? Nou, dan zie je in principe de saaiste goyband ooit. dit zijn de Binnenhof Boys. Zijn dit. En met hun hit I Want It That Way. But I Am Willing To Compromise. Dat is hun hit. Nee, maar kijk, je ziet Jesse Klaver. Die kopt er wel meteen uit, weet je. Het is wel de eyecatcher van de groep. Het is toch de voorman van een nieuwe generatie. En nu is het belangrijk, op dit moment, in het verhaal van Jesse Klaver, is dat hij net als Obama, want daar wordt hij graag mee vergeleken, dat hij vanuit het niks kwam en opeens opgekomen is. Hè? From zero to hero. Dat moet het verhaal van Jesse Klaver worden. Dus alle verhalen zijn vanaf nu af aan succesverhalen. Hij heeft vorige week opgetreden in Nijmegen. Voor 1300 mensen heeft hij gesproken. In Nijmegen op een congres. Dan moet je weten dat Nijmegen is voor GroenLinks een beetje wat Wassenaar is voor VVD. Okay. Dat is toch wel een redelijke thuiswedstrijd. Alles is groen in Nijmegen. Ze high-fiven daar ook met zonnepanelen. Het is daar gewoon wat dat betreft een hele makkelijke wedstrijd voor Jesse Klaver. Maar het was een succes. Let op. Het is voor het eerst dat de Nederlandse politicus zoveel mensen toespreekt. 2,5 jaar geleden telde het publiek slechts 6 man toen Klaver in de huiskamer van lokaal fractievoorzitter Pepijn Boekhorst sprak. Ja,
Tuurlijk is je kliniek dan 6 man. Je staat in de woonkamer. Wat denk je dan? Weet je wel? Ja, op die manier kan ik ook succesverhalen van maar. Oh ja, je staat in de woonkamer vanavond. Maar het is wel uitverkocht. Er zijn 6 mensen. Nee, maar ja, dus alles is marketing. En bij deze bijeenkomst, dat zag je al even, is ook deze foto gemaakt. Daar heeft hij een beetje kritiek op gekregen. Want dit is toch wel te heilig. Ik hoorde Frits Wester zeggen, het is nu een beetje alsof Jezus is teruggekomen naar de aarde in de persoon van Jesse Klaver. En dit is ook wel een heel heilig beeld. En het grappige was wel, ik zat wel na te denken van, is Jesse Klaver echt een heilige? Zou dat nou zo zijn? En dan ga je ook andere dingen in letten en denk je, ja, het is toch wel een heiligheid. De Dalai Lama heeft Jesse Klaver ooit willen ontmoeten, kijk maar eens. Dus dan ben je toch ergens wel heel heilig. En toen zat ik ook nog eens te kijken naar die speech die hij gaf in Nijmegen. En dan moet je ook allemaal even goed kijken. Zie je in het volgende fragment een politicus of een engel? Let op. Oké. Okay. Kijk, daar staat hij. Daar kijk je gewoon doorheen. Weet je wel, dat is de meest transparante politicus ooit. Nee, maar dit is een beetje twijfel. En nee, Jesse is de redder in de duisternis. Zo wordt hij nu neergezet. Aan de andere kant, de linkerkant van het politiek spectrum is natuurlijk ook wel van het knokken. Hè. De SP die zegt bijvoorbeeld ook, wij zijn klaar om te knokken. En de vraag is natuurlijk, Jesse Klaver, het is een lieve jongen, maar is hij ook klaar om echt de keuken erin te gooien? Is hij ook een beetje agressief? Nou, dat is hij. Let op. Er hangt verandering in de lucht. Het is cruciaal, wat komende verkiezingen, dat we winnen. Okay. Dat was doodeng. Eerlijk is eerlijk. En, hij is klaar om te knikkeren. Maar goed, in ieder geval, we hebben ons nu een beetje op de persoon Jesse Klaver gefocust. Hij was natuurlijk, hij wilde miljonair worden, maar nu wilde hij politicus worden. Een beetje zoals John F. Kennedy. Hij wordt natuurlijk vaak vergeleken met Obama, met die opgeronde mousehemden en zo. Ja. En, maar goed, nu gaan we even kijken naar de inhoud. En zo keek ik laatst naar koffietijd, 's avonds, dat doe ik. Ik ben een rebel, Humberto, tuurlijk. Ik neem het ook en dan ga ik s'avonds naar Quinty Trusboel kijken. En, maar ik zat te kijken naar koffietijd, daar zat Jesse Klaver en toen hoorde ik dit. Kijk, vaak wordt er gedaan alsof politiek en alles wat wij doen super, super moeilijk is. Ja. Maar weet je, als je het niet snapt, dan moet je het niet vertrouwen. Want je moet ervan uitgaan dat anderen niet slimmer zijn dan jij. Je moet altijd denken, wacht even, als het zo ingewikkeld is en ik begrijp het niet, dan klopt er iets niet. Ja. Zo kan ik ook mijn wiskunde-examen halen, weet je wel. Ja, ik begrijp het niet, dus er zal wel niks van kloppen. Maar als je dit hoort, dit is niet Obama, dit is Donald Trump. Dit is Donald Trump, weet je wel. Van ja, nee, laat ze niet zeggen dat anderen slimmer zijn dan jij. Als je het niet begrijpt, dan klopt er helemaal niks van. Ik heb een waarschuwing voor Jesse Klaver. Kijk, Jesse Klaver, het is een jongen met ambities, met dromen. Hij wil premier worden, hij wil dit land veranderen. En ik snap Jesse Klaver niet, dus er zal ook niet heel veel van kloppen. En ik zou tegen Jesse Klaver willen zeggen, je bent een jong mens, je bent een slim mens. Ik zou zeggen, mouwen naar beneden. Als je Nederland wil veranderen, begin bij jezelf. Jan-Jaap van der Waal.